Werken in de haven is leuk. Of je nou groot of klein bent, dik of dun bent, je mag er altijd werken. Er zijn 6000 mensen die er kunnen werken. Deze foto is in 1936 genomen. We gaan echt een interview doen met een havenwerker. Loop maar even mee. Hallo, hoe heet jij? Gertje van der Bos. Wat leuk dat je havenwerker bent. Ja. Hoe vind je dat om te doen? Ja, soms zijn het wel nadelen maar in de kou bijvoorbeeld, maar het heeft ook wel zijn voordelen. Wat zijn de voordelen dan? Nou, je ziet ook wat de nieuwe winkels bijkopen of de supermarkten. En kan je dan ook dingen meenemen? Nee, dat is goed beveiligd. Aha, ja, dat begrijp ik wel. Hoe zou je kinderen stimuleren om in de haven te gaan werken? Nou jongens, het is heel leuk. Vooral omdat het is heel gezellig met alle medewerkers. Zomers is het altijd heel gezellig. En misschien kan je zelf een keer meegaan met de boot om vracht op te halen. Ja, wat leuk. En wat neemt de boot zoal mee? Nou, we nemen vooral mee taxi. Heel lekker. Drinken. Ja, dat is echt leuk. Schoenen natuurlijk. Oké, wat leuk dat je met ons wilde praten. Werken in de haven is cool. Werken in de haven is vet. Werken in de haven is stoer. Dus doe maar lekker mee. Yeah!